Van alle zomertours die er zijn, inderdaad, is Roden het meest dichtbij. Dat klopt, ja. Hoeveel fans zijn er nou meegereisd hierheen? Nou, op dit tijdstip weet ik zo niet, want het is redelijk vroeg op dit moment. Maar ik verwacht dat er, zoals ik nou naar buiten kijk, er staan toch wel een aantal mensen die echt de moeite genomen hebben om waar vandaan ook naar Roden toe te komen. En ik denk dat het gaandeweg de dag hier nog steeds nog veel drukker gaat worden ook. Ja, ik moet je wel zeggen, afgelopen weekend bij de optredens die ik dit weekend gedaan heb, inderdaad heb ik, denk wel, 10% iedere keer die terugkomt van de mensen. Hey, zijn ze er weer? Zijn ze er weer? Dus ja, ik weet niet of het dan gaat vervelen. Maar het is gewoon onrealistisch. Het is gewoon fantastisch dat die mensen gewoon iedere keer weer komen. Joh. Er zijn wel een heleboel inderdaad die je dan inderdaad, als je ze zo vaak tegenkomt, dat je ze weet, oh, dat is die en dat is die en dat is die. En leuk dat je er weer bent. En zullen we net ook even een praatje maken. En je merkt wel dat die groep steeds groter wordt en ze melden zich aan voor de fanclub van mij. En dan zie je ze bij een barbecue middag wat georganiseerd wordt door de fanclub, zie je ze wel weer terug. En dan krijg je wel wat nauwer contact. En dan komt dat vanzelf. Beste luisteraars en kijkers van TV Oranje. Namens René Becker is er dus een fanclub nu en die bestaat inmiddels wel al een jaartje of drie. Wij noemen het de meest swingende club van René Becker. Ja, dat is ook mooi gezegd natuurlijk. En wij streven erna en dat voor een klein bedrag per jaar ben je lid en dan krijg je de nieuwsbrief, dan krijg je allemaal leuke dingetjes, je krijgt korting op de merchandising spulletjes en twee keer per jaar is dan echt een hele leuke middag. Ja, goed, en dan proberen we dan die kleine investering, proberen we dat allemaal een beetje met sponsoren weer een beetje te dekken en dan hebben we gewoon echt een fantastisch jaar weer gehad. Nou, binnenkort, misschien ook leuk om te vertellen, is dat er op dit moment hard gewerkt wordt aan een nieuwe website. En mijn oude website, hij is nog steeds goed, maar www.renebecker.nl, die staat nog steeds. En ook daar kun je via een heel simpel linkje lid worden van de fanclub. Dus ik zou het echt heel erg leuk vinden als jullie de moeite zouden willen nemen, als je het leuk vindt, om lid te worden van de fanclub.